Goedemorgen, broeders en zusters. Wat een zegen om weer met zoveel mensen bij elkaar te kunnen zijn, elkaar weer te mogen begroeten. In de naam van de Heer Jezus, in zijn naam in wie we samenkomen. En we willen ook vanmorgen zijn woord gaan lezen in de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. Want we gaan vanmorgen, zoals al is gezegd ook, door met de serie preken over de Romeinenbrief. En vanmorgen gaan we aan een heel nieuw gedeelte beginnen, Romeinen 9 tot en met 11. Dat klinkt natuurlijk gewoon qua nummers heel logisch, maar degenen die de brief kennen weten ook dat dit een bijzonder gedeelte is in deze brief, wat zeker zeer de moeite waard is om grondig over na te denken en dat te lezen en te kijken ook wat die boodschap is, ook voor ons. Daarom lees ik met u Romeinen 9, vers 1 tot en met 29. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf al wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dit is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte: rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes: ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao: juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik u in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen: wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft? En dat niet met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken, over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen
mijn volk. En de niet-geliefde, geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Tot zover het woord van God. Ja, beste mensen, stel je even voor de situatie van de apostel Paulus. In het jaar 57 na Christus. Hij is dan op zijn derde zendingsreis en is weer in Griekenland, in Korinthe aangekomen. En dat is het jaar waarin hij een brief schrijft aan de gemeente van Rome. Dat is dat moment. En hij schrijft over zijn plannen. Dat kun je ook in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 15 lezen. Hij wil naar Jeruzalem gaan. Hij moet daar eerst ook de opbrengst van de collecte voor de gelovigen in Jeruzalem afdragen. En dan, als hij in Jeruzalem geweest is, wil hij terugkomen naar Rome. En dan van Rome uit doorgaan naar Spanje om ook daar het evangelie te verkondigen. Want, zegt hij, ik heb ook in heel die bekende wereld, tot aan Illyricum toe, in het, laat kun je zeggen, het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee, in de landen daaromheen, heb ik heel het evangelie verkondigd. En daar is geen werkveld meer voor mij. Dus hij wil naar Rome gaan en van daaruit naar Spanje. Maar dan, als hij daar zo in Korinthe is, dan reflecteert hij op zijn bediening. En hij denkt na over wat is er nu gebeurd. Ook heeft hij vaak het evangelie eerst tot de Joden gebracht. En dan was er vaak heel veel weerstand. En zelfs op dit moment, als hij in Korinthe is, is er weerstand. Want je kunt in Handelingen 20 lezen aan het begin, als hij daar is, dan verandert hij zijn plannen ook weer. En hij besluit in plaats van over zee toch over land terug te gaan in verband met een aanslag die Joden op hem beraamden. Dus hij zit daar in Korinthe en ziet weer, ja, de Joden die zijn voortdurend opstandig tegen hem en tegen het evangelie. Tegen de Heer Jezus Christus. Tegen hun Messias. En ze beramen zelfs een aanslag op Paulus. En tegelijkertijd hoort hij dan ook over de gemeente in Rome. En hij schrijft een brief aan die gemeente in Rome. Want wat er namelijk in Rome was gebeurd, daar was een gemeente ontstaan, aanvankelijk ook vanuit Joden, die tot geloof gekomen waren, wellicht ook op de Pinksterdag. En die hadden daar een gemeente gesticht in Rome. Maar op een bepaald moment had de Romeinse keizer besloten dat alle Joden, ook degenen die christenen waren geworden, en misschien juist ook wel degenen die christenen waren geworden, die moesten Rome uitgegooid worden, want hij vertrouwde dat niet. Dat waren mensen ook, die hadden het over een andere koning, namelijk Jezus. En hij stuurde alle Joden uit Rome weg. Totdat na een aantal jaren bleek dat het allemaal meeviel en mochten de Joden weer terugkeren. Ondertussen was in Rome die gemeente gegroeid, er waren heel veel heidenen tot geloof gekomen ook. En de vraag in de gemeente in Rome was ook van, ja, hoe moeten we ons nu verhouden tussen die gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de Joden? En dat is een thema wat in heel die Romeinenbrief aan de orde komt. Daar hebben we al eerder over gehoord, aan het eind van Romeinen 2, in Romeinen 4. Daar hebben we al eerder over gehoord. En nu op dit moment gaat Paulus hier echt nog specifieker over nadenken. En hij denkt ook van, ja, wat moet ik nu aan die gemeente in Rome schrijven over de Joden? Moet ik nu bijvoorbeeld gaan zeggen, nou ja, kijk eens, geef nou die Joden maar op, want dat wordt nooit wat. Die zijn permanent ook in opstand tegen het evangelie. Die hebben weerstand. Ook nu weer zijn ze bezig om een aanslag op mij te beramen. Moet ik dat zeggen? Of moet ik juist zeggen, nee, God heeft ook zijn plannen met de gelovigen uit de Joden. En je moet hen weer ontvangen, ook in Rome. En je moet je op een goede manier tot hen verhouden. Want God heeft zijn belofte gegeven
Zij zijn ook kinderen van Abraham. Net zoals jullie ook. Zoals de heidenen kinderen van Abraham genoemd worden. Je kunt dat lezen ook in Romeinen 4. Dat is wat hij zegt. Maar dat geeft Paulus natuurlijk wel een enorme, je zou kunnen zeggen, een gewetensconflict. Want hij ziet wel, ja maar wacht eventjes, die Joden die zijn heel erg tegen het evangelie. Hoe zit dat nou precies? En het brengt Paulus eigenlijk op dat moment tot een enorme spanning en een enorm verdriet. Hij reflecteert weer opnieuw ook wat hij zelf mee heeft gemaakt met de Joden. En hij wordt ongelooflijk verdrietig en gefrustreerd van hoe kan dit nu? Dat de Joden niet tot geloof komen. Dat is het eerste punt wat hier in het begin van dit hoofdstuk aan de orde komt. Het diepe verdriet van Paulus. En de manier waarop hij dat uitdrukt hier is inderdaad met buitengewoon krachtige woorden. En hij veronderstelt ook dat zijn lezers het ook begrijpen. Want strikt genomen, als je de eerste 5 versen leest, dan zegt hij daarin nergens exact en expliciet waar hij nou zo verdrietig over is. Maar dat blijkt uit het hele vervolg van Romeinen 9 tot en met 11, dat natuurlijk gaat over de Joden, die ondanks alle enorme voorrechten die ze gehad hebben, de Christus, hun Messias, niet willen erkennen. Dat is bijzonder krachtige taal. En het wordt ook heel duidelijk uit het vervolg. Want ze hebben namelijk ook alle mogelijke voorrechten gehad. Je kunt dat lezen in Romeinen 9 vers 4 en 5. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Hun Messias is uit hen voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Hoe kan dit gebeuren, denkt Paulus. En hij heeft namelijk net ook over al die voorrechten geschreven. Want als je goed leest, ook in deze verse, vers 4 en 5, en je vergelijkt dat met wat Paulus daarvoor geschreven heeft, ook in Romeinen 8, dan zie je eigenlijk dat Paulus zegt, dit zijn nu allemaal voorrechten die ook aan de heidenen gegeven zijn. Die mogen daarin delen. Want, kijk maar even mee in vers 4, de aanneming tot kinderen. Hij heeft in Romeinen 8 gezegd dat wij zijn tot Gods kinderen aangenomen. Zelfs door de geest mogen wij zeggen, Abba Vader. De heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, dat wordt vervuld ook in heidenen die de geest hebben. Dat hebben we in Romeinen 8 gezien. Dat de vereisten van de wet worden in ons vervuld die door het geloof in Jezus Christus leven, door de geest die in ons woont. Dat was een thema in Romeinen 8. En ga zo maar door in de belofte. En dat is wat God gegeven heeft aan heidenen. Terwijl het eigenlijk primair in eerste instantie aan de Joden beloofd was en voor hen bedoeld was. Maar zij hebben het niet aangenomen. En dat geeft Paulus een ongelooflijk verdriet. En dan komt de vraag bij Paulus op, en dat is het volgende punt om over na te denken, is in vers 6. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. En hij stelt zich als het eigenlijk de vraag van, ja maar, is dan dat woord van God, is dat dan teniet gedaan? Zijn die beloften van God, hebben die dan gefaald uiteindelijk? Zijn Gods bedoelingen dan niet gerealiseerd? Zijn de beloften die God gegeven heeft, zijn die een mislukking gebleken? Zijn die gefaald? Dat is de vraag die bij Paulus opkomt. En dan zegt hij natuurlijk nu van, ja dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Maar ja, hoe zit het dan? Dat kan natuurlijk niet. Uiteraard zijn Gods beloften niet gefaald. Hoe zou het ook anders kunnen? Je kunt denken ook aan beloften. En je kunt natuurlijk veel teksten ook uit het Oude Testament erover lezen. Maar neem bijvoorbeeld Deuteronomium 7 vers 6 tot 8. Waar God zegt tegen het volk, u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. En voor hem tot een volk, om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is.
Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Ja, dat zijn de beloften die ongetwijfeld ook door Paulus' gedachten gegaan zijn. En hij zegt, het kan toch niet, natuurlijk, dat Gods beloften faalden. Dat kan niet. En dat is een belangrijk punt, ook voor ons, om over na te denken. Want het gaat natuurlijk prima, hè? Natuurlijk heeft Paulus het hier over zijn volksgenoten, over Israël. Maar daarmee natuurlijk ook over ons, want wij zijn daar ook bij betrokken, zoals dat zal blijken. Het gaat permanent ook over hoe verhouden wij ons daartoe. Want ook die beloften van God zijn tot ons gekomen. En dan is die vraag natuurlijk van ja, vervult God zijn belofte wel? Is het ook voor ons van belang? Want wij mogen daar door genade ook deel van uitmaken. Nou, dan gaat Paulus verder met zijn betoog in Romeinen 9. En dan komen er 9 tot en met 11. En als ik dat hele gedeelte even, laten we zeggen, kort samenvat, dan gaat het in Romeinen 9 vooral ook over het feit dat Paulus zegt, ja nee, God volbrengt zijn soevereine plan. Dat zal hij vervullen. Dat is ook de les van de geschiedenis, want in Romeinen 9 blikt Paulus ook terug op de geschiedenis van Israël. God kwam altijd al tot zijn doel langs de weg van verkiezing. Het gaat daar in Romeinen 9 vooral ook over Gods soevereiniteit. Dat God zijn plannen absoluut volvoert. Door een weg van genadige verkiezing. Maar, dat roept dan ook de vraag op van ja, maar wat is dan de rol van mensen ook? Hoe spreekt God mensen aan met het evangelie? En dat komt vooral in Romeinen 10 aan de orde. Je zou kunnen zeggen, daarin komt vooral ook aan de orde wat er met Israël nu gebeurt, op dat moment ook, waar Paulus schrijft. En dan gaat het vooral ook om de menselijke verantwoordelijkheid. Ook dat is een aspect van het evangelie wat we moeten aanvaarden en mogen aanvaarden. En daar gaat het vooral ook over in Romeinen 10. Dus enerzijds heb je Gods soevereiniteit en zijn verkiezend handelen in Romeinen 9. Anderzijds ook de menselijke verantwoordelijkheid in Romeinen 10. En beide zijn fundamenten van het evangelie. Soms dan hebben wij er wel eens moeite mee, maar eigenlijk zijn dit vrienden. Spurgeon, die kreeg eens een keertje de vraag van iemand, de bekende baptistenprediker Spurgeon, die kreeg eens de vraag van iemand, dus ja, hoe zit het nou precies met Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid? Dat zijn toch twee dingen die recht tegenover elkaar staan? Dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vijanden van elkaar. Nee, zegt Spurgeon. Hij zegt, ik ga geen vrienden met elkaar verzoenen. Dat is helemaal niet nodig. Deze twee dingen, die horen bij elkaar. Die horen allebei bij het evangelie. En dat komt ook samen in Romeinen 11. Waar Paulus dan vooral ook over de toekomst gaat kijken. Gaat blikken. En gaat uitleggen wat we voor de toekomst ook mogen verwachten. En dan laat hij ook zien dat er ook zelfs op dat moment ook al veel Joden tot geloof gekomen zijn. Maar dat God ook in de toekomst nog veel meer mensen uit Israël ook tot geloof zal gaan brengen. Dat is eigenlijk de boodschap ook van Romeinen 11. Dat komt ook nog wel een keer in een gedetailleerde uitleg later. Maar dat is de boodschap ook van Romeinen 11. En Paulus die heeft dat zelfs ook nog in zijn eigen leven ook meegemaakt. Want het is heel wonderlijk als je ziet dat Paulus hier in het jaar 57 dus in Korinthe zit en wil naar Jeruzalem wil gaan. Toen hij daar aankwam, dan kun je lezen in Handelingen 21, vers 20. Dan komt hij bij Jacobus op bezoek en dan zegt Jacobus ook tegen hem van kijk eens hoeveel duizenden Joden er tot geloof gekomen zijn. Dus er is wel terdege sprake van het feit dat God zijn belofte vervult. Dat heeft Paulus dus ook later, niet lang nadat hij dit alles geschreven heeft hij dat ook met eigen ogen kunnen zien. Dat je zou kunnen zeggen dat toen de volheid van de heidenen was ingegaan, want Paulus zegt, ik heb eigenlijk het hele evangelie al verkondigd tot aan Illyricum toe,
dat dan ook juist de Joden tot geloof gekomen, zullen komen. En dan ziet hij eigenlijk met eigen ogen dat het ook inderdaad gebeurt. Dat is eigenlijk, kun je zeggen, al een eerste vervulling van die belofte. En God gaat daarmee door in de geschiedenis. Dat gaat door, dat wijst ook op de toekomst. Dat is de verwachting die we mogen hebben. Maar Paulus heeft daar eigenlijk al, hierna dus al, een eerste begin daarvan gezien. Dat is heel mooi om dat te zien. Nou goed, nu terug naar Romeinen 9, want dat is het onderwerp voor vanmorgen ook verder. In Romeinen 9 gaat Paulus dan die vraag uiteindelijk beantwoorden van, faalde nou Gods belofte? En het antwoord is natuurlijk nee, dat zegt Paulus heel duidelijk. En er zijn drie redenen die hij noemt, hier in Romeinen 9, waarin hij laat zien dat Gods belofte wel niet faalde. Maar hij laat zien hoe God zijn plannen volvoert door de genadige verkiezing heen. En het eerste, dat begint eigenlijk in het tweede deel van vers 6, dat hij zich realiseert eigenlijk, van ja maar, God is natuurlijk een weg gegaan met de nakomelingen van Abraham, maar niet met allemaal. Daarin is ook Gods genadige verkiezing komt naar voren. Hij zegt uiteindelijk, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Het gaat eigenlijk, zegt hij later, om de kinderen van de belofte. En dat heeft ook te maken met dus het feit dat Paulus vanuit de geschiedenis gaat laten zien van ja, maar Abraham had twee zonen, Ismaël en Isaac. En God zegt ervoor, God zegt, ik zal mijn belofte geven aan Isaac. Ik ga met Isaac verder. Dat is Gods plan. Dat heeft God duidelijk gemaakt aan Abraham. En we kunnen nu niet de hele geschiedenis nagaan. Maar u kent dat ongetwijfeld allemaal als u uw Bijbel kent. Het tweede voorbeeld wat Paulus dan ook noemt, en dat is eigenlijk zo mogelijk nog duidelijker, hè, want je kunt nog zeggen, ja, kijk, in het geval van Ismaël en Isaac, Ismaël was door Abraham verwekt bij Hagar, bij de slavin, maar Isaac was natuurlijk de zoon van zijn vrouw Sara. Dus ja, dat is dan, daar kun je zelfs bij dan nog een bepaalde, je zou bijna zeggen, logica in zien. Maar het wordt heel anders als je een generatie verder gaat en kijkt naar Isaac. Want Isaac, die kreeg twee zonen. En dat waren tweelingen. Ze leken weliswaar niet op elkaar, in veel opzichten, maar het waren tweelingen. En ze waren dus ook, uiteraard dan, natuurlijk zonen van één en dezelfde moeder, van Rebecca. En natuurlijk van Isaac. En ze waren waarschijnlijk op één en hetzelfde moment verwekt. Twee zonen. En toch zegt God, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. God laat duidelijk merken, hij maakt duidelijk dat hij met Jacob verder gaat. En dat was heel ongebruikelijk, want bovendien was Jacob nog niet eens eigenlijk de oudste. Je zou verwachten dat God met Esau verder zou gaan. Dat zou in die tijd heel gebruikelijk geweest zijn. Maar door een wonderlijke omstandigheden, door een wonderlijke loop van de geschiedenis, verandert dit. Ook omdat, en dat is natuurlijk ook Esau's verantwoordelijkheid, daar komt die menselijke verantwoordelijkheid er om de hoek kijken, omdat Esau eigenlijk dat eerst geboorterecht verwerpt. Dat is wat er gebeurt. En Jacob ontvangt dat. Maar ontvangt Jacob dat nou omdat hij zoveel beter is dan Esau? Nou, als je de geschiedenis van Jacob nagaat, dan zie je eigenlijk dat Jacob eigenlijk helemaal niet zo best is. Je zou bijna zeggen, als je het heel menselijk gaat bekijken, dan is, kijk, we weten natuurlijk niet zo heel veel over deze mannen, maar je zou bijna denken dat Esau zou op ons misschien nog wel wat sympathieker overkomen dan Jacob. Esau was een man van het veld, een man recht door zee zou je zeggen, een bonk van een kerel, een krachtpatser, iemand die recht door zee was, die ook gewoon zei van ja, ik heb nu honger en ik wil eten en aan mijn eerste geboorterecht heb ik niks, ik heb nu eten nodig. Je zou zeggen dat is eigenlijk een beetje ja, heel pragmatisch, heel nuchter. En hij is daarin heel recht toe recht aan. Je zou bijna kunnen zeggen, daar kun je toch wel een bepaalde vorm van sympathie voor hebben. En Jacob,
is eigenlijk een bedrieger. He, die speelt met list en bedrog en ontfutselt op die manier aan Esau het eerstgeboorterecht. En op allerlei manieren ook is Jacob natuurlijk iemand die helemaal niet zo recht door zee is. En roept eigenlijk onze sympathie niet op. Dus je zou zeggen, waarom zou God nou met Jacob verder gaan? En eigenlijk weten we dat niet. Maar dat is Gods bedoeling, dat is Gods plan. Dat doet hij. En Jacob, natuurlijk, Jacob verandert in de loop van zijn leven. Hè, en krijgt op allerlei manieren te maken met God. Hè, en Jacob verandert ook heel erg. Ten goede. Hè, God gaat een weg met Jacob. Dat is wat er gebeurt. En dat betekent, eigenlijk de conclusie van dit gedeelte is, het gaat dus eigenlijk in de voltooiing van Gods plannen niet om fysieke afkomst, maar het gaat om geloof. Het gaat om genade en niet om fysieke afkomst. Een Engels sprekende voorganger, die ik een prachtig boekje over dit hele gedeelte heb, waarvan ik lezingen over dit hele gedeelte heb horen uitspreken en wat ook in een boekje verschenen is, die zegt dit eigenlijk op zijn Engels, dan rijmt het mooi. It is grace, not race. Het is genade en niet ras of fysieke afkomst. Het is puur genade wat God doet. En die man noemde zijn boekje zelfs overvloeiende genade. Want Gods genade is zo groot. En daar draait het om. Om Gods genade, die wordt niet bepaald door natuurlijke afkomst. Eigenlijk is het net ook al gezegd, God heeft geen kleinkinderen. Met andere woorden, het is niet iets wat je gewoon door je kindschap, je natuurlijke kindschap, automatisch erft. En is het automatisch allemaal in orde. Nee, het is puur genade. En het gaat om geloof. En dat had Paulus natuurlijk ook wel duidelijk gemaakt. Ook in het eind van Romeinen 2. Waarin hij zegt van ja, wie zijn er nou eigenlijk echt Joden? Dat zijn namelijk degenen die uiteindelijk in geloof, in God leven. En in Galaten 3 had hij al, jaren eerder had hij al opgeschreven, dat wie zijn er nou eigenlijk de echte kinderen van Abraham? Dat zijn degenen die door het geloof in Christus leven. Dat zijn de echte kinderen van Abraham. Daar draait het om. En dat is ook een boodschap voor ons. Want als we weten ook natuurlijk dat Gods plan verder voltooid gaat worden, dat Gods verkiezing doorgaat, ook in onze tijd, ook onder ons, om het maar zo te zeggen, natuurlijk gelovigen uit de heidenen, dan is dat niet een automatische zaak. Dan komt het uiteindelijk die boodschap nog naar ons toe, van ja, maar het komt aan op geloof. Dat wordt in Romeinen 10 dan verder uitgewerkt. Natuurlijk de oproep, de boodschap van geloof, de boodschap van het evangelie die we mogen horen, waar we verantwoordelijk zijn om daarop te reageren. Waar God ons roept, het gaat om Gods roeping. Dus dat is ook voor ons van belang. Maar dat is juist eigenlijk ook een geweldige troost ook. Een belangrijke bemoediging ook. Dat juist ook als we misschien in onze eigen situatie kijken, en kinderen hebben, misschien ook kinderen al die opgegroeid zijn, die nog niet de weg met de Heer gaan, die nog niet in het evangelie geloven, die nog niet tot geloof gekomen zijn, dan kan God wonderen doen. Want God is zo genadig. Juist ook in zijn verkiezend handelen. En dan doet hij dat op de meest ongedachte manieren. Daar zit ook juist een hele geweldige bemoediging in. En een boodschap voor ons. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk ook. Dat is dan de volgende vraag die zich Paulus ook stelt. De eerste was dus, ja, faalde eigenlijk Gods belofte? En in verband daarmee gaat Paulus dus dan bedenken wat er dus gebeurd is in de geschiedenis. En dan komt de vraag op die Paulus zelf ook stelt in vers 14. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Is God dan eigenlijk niet onrechtvaardig dat hij dat op zo'n manier doet? Zoals we net gezien hebben, ook in de loop van de geschiedenis. Is dat wel eerlijk? Is dat wel rechtvaardig? En dan zegt Paulus, dat is volstrekt niet onrechtvaardig. Dit is wat God kan doen. Het is namelijk, en opnieuw laat hij zien dat het Gods genade is die het verschil maakt. Uiteindelijk, als ik het gedeelte samenvat, komt het erop neer dat Paulus zegt, niemand heeft Gods genade verdiend. Niemand. En dat had hij al eerder natuurlijk aangetoond in de brief. Als je dat hele gedeelte nog weer in gedachten terugbrengt van Romeinen 1 tot en met 3...
dan laat Paulus uiteindelijk zien dat allen schuldig staan. Of je nu Jood of heiden bent. Maar zoals je van nature geboren bent, ben je allemaal schuldig. Dat is wat Paulus zegt. Het is genade van God die het verschil maakt. En niemand heeft dat verdiend. Het gaat om ontferming en niet om verdiensten. Om weer even met die Engelse vriend te spreken wie ik hoorde. Die zegt, het is mercy, not merit. Ook dat rijmt heel mooi. Of is een mooie alliteratie. Mercy, not merit. Het is barmhartigheid, ontferming. En niet op basis van verdiensten. En datzelfde kun je ook zien. Dat het ook Gods genade is. Paulus die brengt hier ook in gedachten wat er gebeurd is in de tijd van de geschiedenis van Israël met het gouden kalf. En hoe Mozes daarop reageert. En dan zegt Mozes uiteindelijk ook, die zegt dan eigenlijk, Heere God, delg mij desnoods maar uit uw boek, stop maar met mij, maar ga toch alsjeblieft in uw genade door met Israël. En dan zegt God ook inderdaad, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Dat is wat Paulus hier ook citeert in vers 15. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben. Dat is de boodschap die ook Mozes krijgt. En dat is op dat moment zelfs zo genadig dat God dus ook verder gaat met Israël. En niet de suggestie van Mozes oppakt en zegt van, nou ja, we gaan stoppen met Israël en ik ga met Mozes verder. Dat is wat er niet gebeurt. Dat is wat God zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik wil. God kiest er in vrijheid voor om genadig te zijn. En dan kunnen wij ook God niet ter verantwoording roepen, want dat is ook dan de volgende vraag. In vers 19, u zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? God doet dan toch wat hij wil. Maar God is vrij en om genadig te zijn. Hij kiest er in vrijheid voor. Wij kunnen God niet ter verantwoording roepen. Net als dat beeld van die pottenbakker. Die zegt van ja, hij maakt natuurlijk verschillende vaten. Hè, en dat doet hij zelf. Dat bepaalt hij zelf wat hij daarmee doet. Wat voor vaten hij maakt, wat voor potten hij maakt. En zo is het ook met God. En de grote vraag is eigenlijk, wie heeft het voor het zeggen, ook in ons leven? Is dat God of zijn wij dat? Want als wij zeggen van nee, wij gaan dat eens even beoordelen, wij gaan eens even beoordelen of dat rechtvaardig is, ja of nee, dan gaan wij boven God staan. Dan gaan wij bepalen wat recht is. Maar God zelf doet recht. Hij is vrij om te doen wat hij wil. En dat is natuurlijk een diepe waarheid. Als je dat koppelt ook aan het feit dat ja, geen van ons had Gods genade verdiend. Maar hij geeft het toch. Maar hij is daarin volledig vrij. Hij kan doen wat hij wil en hij doet wat hij wil. Hij volbrengt zijn plannen. Ook dat is dan een antwoord op die vraag van Paulus. En hoe moeten wij dan ja, op die manier omgaan met dat verkiezend handelen van God? Want daar hebben we natuurlijk allemaal moeite mee. Dat schuurt bij ons allemaal. Daar hebben we allemaal moeite mee. Wij hebben allemaal de neiging om die vraag ook te stellen. Van ja, maar is God dan wel rechtvaardig? En kan God dat wel doen? Maar daarmee plaatsen we onszelf eigenlijk boven God. Tegelijk moeten we zien natuurlijk dat we moeten met voorzichtigheid spreken. Ook over Gods verkiezing. En niet alsof het zomaar iets is van een lot uit de loterij of zo. Want dat is het totaal niet. Dat zou een volledig verkeerde voorstelling van zaken zijn. Alsof God alle mensen voor zich voorbij laat komen en denkt van tamelijk willekeurig van, nou Jan wel, ja Piet eigenlijk maar niet en Klaas weer wel enzovoorts. Alsof het zo'n soort van volledig willekeurig proces is. Dat is een volledig verkeerde voorstelling van zaken. De realiteit, en dat is een hele ernstige realiteit is, en dat is wat de Bijbel ook duidelijk zegt en wat Paulus hier ook duidelijk zegt van, beste mensen, wij hebben het geen van allen verdiend. En het is puur Gods genade die tot ons gekomen is. Die ook tot jullie gekomen is. Tot mij. Die tot mij gekomen is. Waarom zou God mij uitgekozen hebben? Dat had ik ook niet verdiend. Totaal niet. Er was geen enkele reden voor. Ik verzette me ook tegen God. En God is
heeft in zijn genade is hij tot mij gekomen. En hij is naar jullie toegekomen. Dat is puur Gods ontferming, Gods barmhartigheid. Dat doet God. En dat is een wonder dat hij dat doet. Want hij had het helemaal niet hoeven doen. Maar hij doet het. Vanuit zijn liefde. Zoals Paulus dat ook op een gegeven moment noemt hier. Dat is wat hij doet. En zo moeten we dat zien. Dat het gaat om ontferming en niet om wat wij verdiend zouden hebben of waar wij recht op zouden hebben. En de vraag is, besef ik dat ook? Beseffen jullie dat ook? En beseffen we dat met elkaar? Dat we eigenlijk kunnen zeggen, ja, dit is een wonder wat er gebeurd is. Wat ons ten deel is gevallen. En God die gaat door en hij doet dat op de meest ongedachte manier. En hij is eigenlijk veel genadiger dan wij zouden denken. God laat juist zijn geduld zien. Dat maakt Paulus ook duidelijk aan de hand van de situatie met Farao. Dat is het volgende voorbeeld wat Paulus noemt, uit de geschiedenis ook. Waar Farao telkens opnieuw die oproep krijgt om het volk te laten gaan. En telkens opnieuw, dan lezen we wel 10 keer dat Farao zijn hart verhardde. Tegelijkertijd staat er ook dat God dat deed. God gaf hem eigenlijk ook over aan de grillen van zijn eigen verkeerde denken en verkeerde willen. Dat is wat God doet. God gaat door met Farao. Hij geeft hem de kansen telkens weer opnieuw om tot bekering te komen. En zegt, laat mijn volk gaan. Dat is de boodschap van God. En Farao doet het telkens niet. En tegelijkertijd is God in controle. In die hele situatie. En hij doet eigenlijk, God doet met Farao, is hij heel geduldig uiteindelijk. Zodat hij wellicht nog tot geloof komt. En tegelijkertijd weten we dat Farao zich verhardt. En in diepe zin, als Farao daarvoor kiest om zich telkens te verharden, dan zegt God ook van, nou, ga ook maar door. En tegelijkertijd is dat een proces wat tijd kost. Maar daarin komt juist Gods geduld bovenwaar, omdat God, komt zijn geduld naar voren. Omdat God juist daarin zijn heerlijkheid laat zien. En juist die heerlijkheid van God, die machtige wonderen die hij deed, die zouden juist Farao tot inkeer moeten brengen. Maar dat gebeurt dus niet. Maar God is zo geduldig. Daarom zijn er die 10 plagen. Gods barmhartigheid. God wil zijn barmhartigheid en zijn ontferming dan juist ook over anderen laten zien. In dit geval dus over Israël. Dat hij Israël gaat verlossen. En zo, zegt Paulus ook, zo gaat dat telkens door. God gaat door. Hij is geduldig. Hij wacht af. Peter zegt dat op een gegeven moment ook. Van, ja, waarom komt God nog niet terug met zijn eindoordeel? Omdat hij nog geduldig is, omdat hij wil dat alle tot bekering komen. Echt, als u hier zit vanmorgen en u bent nog niet tot geloof gekomen, dan kun je zeggen, ja, waarom is Christus nog niet teruggekomen? Omdat hij wil dat u, dat jij, vandaag nog tot bekering komt. Dat is de reden. Dat is heel duidelijk. Dat is de boodschap. En dan doet God nog grote wonderen. Hij gaat zelfs ook mensen die afgeschreven zijn, of die wij afgeschreven zouden hebben, die gaat hij nog weer terugbrengen. En Paulus citeert daarvoor de woorden uit de profeet Hosea. Dat de mensen tegen wie Hosea moest zeggen van, jullie zijn Gods volk niet. Jullie zijn Gods volk niet meer. Dat betrof in dat geval ook met name het 10-stammenrijk. En toch zal weer gezegd worden, jullie zijn Gods volk. Zij worden toch weer aangenomen. En dat gebruikt Paulus hier om dat ook te citeren. En Paulus die gebruikt dat zelfs om aan te tonen dat Gods genade nog veel wijder gaat. Zelfs van daaruit naar de heidenen. Petrus, die aan de heidenen schrijft, in 1 Petrus 2 vers 10, die zegt ook, die past deze tekst uit Hosea ook toe op de gelovigen uit de heidenen. Dus juist degenen die Gods volk niet waren, die worden geroepen. Dus ook de gelovigen uit de heidenen. Dat is wat er gebeurt. God die doet dat en hij handelt daarin recht en met gerechtigheid, zegt ook vers 28. En hij voltooit een zaak in gerechtigheid, want het is uiteindelijk allemaal gebaseerd op het rechtvaardige voornemen van God. En dat voornemen vindt plaats door Jezus Christus, onze Heer, die aan Gods recht volledig voldaan heeft. En dan worden ook heidenen toegevoegd volgens Gods plan. En dat komt ook verder natuurlijk aan de orde, ook vanaf vers 30.
Want dan blijkt eigenlijk ook dat ook heidenen worden toegevoegd. Heidenen die de weg van de gerechtigheid door het geloof ook leren kennen. Die ook Israël moest vinden. Maar ook zal er een overblijfsel zijn uit Israël. Dat is dus ook wat Paulus zegt hier. Met ook de citaten uit de profeet Jesaja. Er is dus ook een overblijfsel uit Israël. Die zullen behouden worden. En daarmee gaat God ook door. En ook in de loop van de geschiedenis. Ja, dat heb ik net laten zien. Dan komt Paulus een paar maanden later in Jeruzalem. En zeggen ze, kijk eens, duizenden Joden tot geloof gekomen. En dat gaat door. Er is altijd ook een overblijfsel, een rest uit Israël die behouden wordt. En dat leerde Jezus ook al. Ja, dat dus die beide dingen zullen gebeuren. Dat er een God doorgaat met Israël en een rest overblijft, zal overblijven, die tot geloof komt. En tegelijkertijd gaat het evangelie ook naar de heidenen. Ook zij ontdekken de weg van de gerechtigheid door het geloof. En Jezus leerde dat ook al, denk maar aan Matthäus 8 ook, waar hij zegt op een gegeven moment ook, hè, als die Romeinse hoofdman tot geloof komt, dan zegt hij, ja, velen zullen eraan zitten, hè, van met Abraham, Isaac en Jacob. Die zullen daarbij zijn. He, gelovigen uit de heidenen. Terwijl juist, helaas, sommigen van degenen voor wie die boodschap bedoeld was, er niet bij zullen zijn, omdat zij dat verwerpen. Maar er zullen er zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat werkt hij dan later dus uit in Romeinen 11. En opnieuw gaat het dus weer terug ook, he, op vers 6. Het woord van God is niet vervallen. Maar niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Maar er zijn er wel. En er is zelfs een groot aantal. Dat is wat God zal doen. Het overblijfsel. Dat gaat door. En dat is alles volgens Gods plan. Gods plan wordt volvoerd. Gods beloften worden volvoerd. Zo zegt Paulus dat ook later. Ook in hoofdstuk 11, laat ik dat vers dan alvast citeren. In vers 32, want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten. Allen staan schuldig, dat had Paulus al verteld in Romeinen 3, om zich over allen te ontfermen. Gelovigen uit Joden en gelovigen uit heidenen. En wij zijn daarin toegevoegd. God heeft natuurlijk absoluut niet zoiets als een plan B. Dat is wat ook hier heel duidelijk uit blijkt. Zoiets van, nou ja, de Joden hebben het verworpen. Dan gaan we nu alleen maar naar de heidenen en dan gaan we alleen maar een volk, een gemeente uit de heidenen opzetten. Nee, dat gebeurde niet, want Paulus zegt hier ook zelf, er is een overblijfsel. God gaat ook door met hen en hij werkt dat later uit en hij heeft dat zelf ook gezien. En ondanks het feit ook dat Paulus telkens tegenstand ontvond van de Joden, ging hij toch telkens weer opnieuw eerst beginnen met het evangelie te verkondigen in de synagogen aan de Joden. En op een gegeven moment in Korinthe, bij zijn eerste bezoek aan Korinthe, dan ziet hij dat er ook zoveel weerstand is. En dan zegt hij, vanaf nu ga ik alleen nog maar naar de heidenen. Dat bedoelt hij dan in Korinthe. Want als hij dan een tijd later in Efeze komt, wat doet hij dan? Hij gaat eerst weer naar de Joden en hij gaat eerst weer naar de synagogen toe. Hij gaat daar telkens mee door. En Paulus, die al reflecterende en met het grote verdriet wat hij had, dat zoveel van zijn volksgenoten de Christus, die notabene voor hen gekomen was, afwezen, toch ziet Paulus dat Gods beloften doorgaan. Want het is Gods genadige verkiezing, waardoor er ook een overblijfsel blijft en er zal ook, dat zal tot geloof komen. En dat zien we dus. Gods plannen en zijn beloften, die falen dus nooit. God is zowel trouw als rechtvaardig. We hebben dat ook gezongen uit Psalm 89, vers 14. Jezus is de hoop van de volken, hebben we gezongen. En dat is de troost in elk verdriet. En dat was de troost uiteindelijk voor Paulus. De troost in zijn verdriet. Want Jezus is de hoop voor de volken. Voor alle volken. Voor Israël en voor de heidenen. Dat is het evangelie. En dat is het evangelie wat vandaag ook nog verkondigd wordt. En dat evangelie concentreert zich natuurlijk totaal op Jezus Christus en wat hij gedaan heeft. Daarom had hij hem ook genoemd in vers 5. De Christus die uit de Joden is voortgekomen, uit Israël is voortgekomen. Maar die God is, die boven alles te prijzen is tot in eeuwigheid. Het gaat uiteindelijk om onze Heer Jezus Christus. Door hem heeft God zich geopenbaard.
En Jezus Christus, Hij is de spul van de geschiedenis. De hele geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis draait om Jezus Christus. En om Hem en om Gods plannen die Hij in Hem voltooit. En het gaat er uiteindelijk om wie er bij Hem hoort. Dat is wat deze geschiedenis bepaalt. Het gaat erom of u bij Jezus Christus hoort, ja of nee. Door het geloof. En dat is de boodschap. En die ook nu gebracht moet worden voor Jood en Heide. Dat is de boodschap die voor Jood en Heide geldt. Dat we zijn inderdaad heel benieuwd wat God gaat doen ook. We kijken ook nu naar de geschiedenis en we kijken met belangstelling daarnaar. Ook wat God doet met het etnische volk Israël nu op dit moment. Dat is heel spannend. Het is al genoemd, de feit dat de staat Israël weer ontstaan is. Maar de realiteit is dat die staat Israël niet Jezus Christus heeft omarmd. Dat is niet gebeurd. Tot op heden niet. Wel zijn heel veel Joden tot geloof gekomen. Ook in Israël. Er zijn heel veel Messias belijdende Joden. En dat aantal neemt nog heel groot, heel veel toe. Juist in deze tijd. Misschien in de laatste 100 jaar wel meer dan in alle 19 eeuwen daarvoor. Maar hoe gaat God zijn plannen volvoeren? Hoe gaat God ook zijn volk tot de erkenning van de Messias brengen? En daar heeft het altijd mee te maken. En het was heel merkwaardig dat zelfs ook een, ik las van de week een stuk van een rabbijn, van Lodi van de Kamp, in het Nederlands Dagblad, die ook spreekt over het Zionisme, over het land. En die eigenlijk zegt, ja, dit kan ook alleen maar in samenhang met de Messias, die hij dan nog verwacht. Maar voor ons betekent het natuurlijk ook dat we zeggen, ja, dit kan alleen maar in samenhang met de erkenning dat Jezus Christus de Messias is, die gekomen is. Dat is de boodschap. Ja, en hoe God dat gaat volvoeren, ik weet het niet. Wij weten het niet. Dat kan op allerlei manieren. Mensen hebben daar ook, heel fascinerend, op allerlei verschillende manieren over gedacht. De hele bekende Schotse prediker, Robert Murray McShane, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, die had een enorme passie om het evangelie ook onder de Joden te verkondigen. En die zei ook, die is op een gegeven moment ook naar Israël geweest, maar die zei eigenlijk van, ja, eigenlijk is het wel goed dat die Joden eigenlijk over heel de wereld verstrooid zijn. Want als ze dan tot geloof komen, is dat zo'n geweldig getuigenis, dan zijn ze op al die plekken over heel de wereld verspreid waar al die heidenen wonen, dan is het heel makkelijk, want dan kunnen ze die makkelijk bereiken om die heidenen tot geloof te brengen. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Nu heeft God in ieder geval een heel groot deel van het Joodse volk samengebracht in het land Israël. En een groot deel daarvan is nog niet tot geloof gekomen. Ja, hoe zal dit verder gaan? Wij weten het niet. Dus het is interessant om te zien hoe natuurlijk verschillende mensen, afhankelijk van de situatie en de geschiedenis, daar natuurlijk tegenaan kijken. Maar wat we weten, en dat is het allerbelangrijkste, is dat God zijn plannen volvoert en voltooit. En zoals ik al zei, wij kunnen de geschiedenis alleen begrijpen vanuit Jezus Christus. Jezus Christus, die boven alles te prijzen is tot in eeuwigheid. Hij is de enige weg tot God en de enige weg tot behoud. Zoals Paulus dat in het begin al had gezegd, ook in Romeinen 1. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ook voor de heidenen, voor ons allemaal. Dat is de boodschap van het evangelie. En dat evangelie is ook voor ons gepredikt. Laten wij ook de boodschap ook tot ons mogen nemen dat God zijn plannen volvoert, ook voor ons, en dat we daarop mogen vertrouwen, op Gods trouw, op zijn genadige trouw, die zijn belofte zal volvoeren tot op de grote dag van Jezus Christus, tot zijn eer en heerlijkheid. Amen.